Ja, Alex Pastoor, eerst over de sportieve zaken van deze avond. Heeft dit oefenduel jou opgeleverd wat je had gehoopt als coach? Ja, absoluut. Waarom? Nou, omdat we redelijk tot ons eigen spel konden komen. Minder dominant dan in competitiewedstrijden. Maar dat komt natuurlijk ook omdat je tegen een betere tegenstander speelt. Maar de weerstand hebben we wat dat betreft redelijk overwonnen. Dus dat was mooi om te zien. Ik vond ook dat je heel mooi kon zien dat met name voor de rust dat het af en toe aardig uitzag. Maar dat op het moment dat het er niet aardig uitzag, dat we ook meteen tegen twee, drie behoorlijke counters aanliepen. Dus dat zijn dingen om van te leren. Ja. In die zin benaderden jullie het volgens mij niet echt als een oefenwedstrijd, maar meer stelt dit is de Eredivisiewedstrijd volgend seizoen. Gewoon komen hierheen om een resultaat te halen, kijken hoe het loopt. Maar elke wedstrijd probeer je zo goed mogelijk te spelen. En of dat nu een keer tegen PPSC is of tegen Feyenoord of tegen FC Groningen. Je probeert gewoon de kwaliteit van je spel zo hoog mogelijk te laten zijn. En zeker vandaag. Ja, was de weerstand wat dat betreft anders dan dat we door de week ervaren. En ik denk dat we daarin goed geslaagd zijn. En ook de pijnpunten, zoals ik het net noemde, dat je die erkent en herkent. Het gaat niet om de knikkers vanavond. Hè. Het is een oefenwedstrijd voor een goed doel. Dat is misschien wel het allerbelangrijkste. Maar toch, hè, een paar momentjes in deze wedstrijd. Een strafschop die eigenlijk geen strafschop is. Een buitenspelgoal. Bouw je daar dan toch van als sportman, ook al is het een oefenwedstrijd? Ik kan dat soort feiten vrij gemakkelijk accepteren. Het is zoals het is. En ook als het een competitiewedstrijd zou zijn, dan kun je daarvan balen. Maar als het eenmaal een feit is, dan kun je beter overgaan tot accepteren van dat feit. Het is wel zo dat de jongens zeiden, ja, dan hebben we eigenlijk 0-0 gespeeld. Maar ik denk niet dat het heel zinvol is om hier achter een resultaat aan te jagen. Want ja, dat is iedereen volgende week weer vergeten. En de dingen die in het spel zaten, die zowel goed waren als voor verbetering vatbaar. Ja, dat is ons dagelijks werk. Het ging om een hoger doel natuurlijk vandaag. Een benefietwedstrijd. Waarom was jij snel genegen, vraagteken, om daar aan mee te werken? Nou, ergens vorig jaar kwam de vraag. En we hadden natuurlijk twee duidelijke redenen om hier aan mee te doen. A, het goede doel. En B, wilden we graag tegen een goede en grote tegenstander spelen. In een schitterende ambiance. Dus die sportieve doelstelling die hebben we hiermee ook kunnen invullen. Maar heel duidelijk, wil je ook aan een goed doel graag meehelpen. Ja, voor de rest is het vandaag natuurlijk sowieso een hele bijzondere dag. Een aparte dag voor het hele Nederlandse voetbal. Misschien wat internationale voetbal. Het overlijden van Johan Cruijff. Heeft hij ook invloed gehad op jouw trainerschap, op jouw voetballoopbaan? Zoals hij misschien wel op iedereen invloed heeft gehad? Ja, ik denk als hij niet was gaan voetballen, dan had het Nederlands voetbal nooit een ontwikkeling doorgemaakt die het nu heeft doorgemaakt. Waar een klein land goed in kan zijn, daar is hij mee begonnen. Daar waar Michiel de Ruiter het op zee deed en Rembrandt op het schildersdoek, heeft hij het Nederlands voetbal vorm gegeven. Daar heeft hij op mij heel veel invloed gehad. Omdat alle one-liners die in ieder geval over het voetbal gingen, die heb ik me proberen zo snel mogelijk ter hand te nemen. Al was het alleen maar dat de eerste paas naar voren moest. Deze one-liner vind ik ook wel heel aardig. Voetbal is simpel, maar simpel voetballen is het moeilijkste dat er is. Maar we hebben het toch geprobeerd. Ja, sowieso dit hele seizoen. Hè? Want volgens mij probeer je wel altijd ook volgens die en dat lukt natuurlijk lang niet altijd. Hè? Maar wel volgens die filosofie van dat totaal voetbal te spelen. Waar hij groot mee werd als coach en speler. Ja, volgens mij is dat ook voetbal dat Nederland kenmerkt. Avontuurlijk, aanvallend, initiatiefrijk en ook creatief. Hè? Ruimte geven voor creativiteit. Leuk om te doen, leuk om naar te kijken.